Want wij als overheid moeten accepteren dat wij een stapje terug zullen moeten doen. En om dan de afstand tussen de burgers en de politiek niet te laten vergroten, is de kennis van de burgers keihard nodig. En die nemen ook het initiatief als ze maar merken dat er een overheid zit die meedenkt. Wij zijn ervan overtuigd dat we voor een fundamentele verandering van onze samenleving staan. Een samenleving waarbij we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om datgene wat en diegenen die het meest kwetsbaar zijn, om die te beschermen. Wij zijn reëel en beloven geen dingen die we niet waar kunnen maken. Wij moeten keuzes maken en deze durven wij te maken. Wij kiezen heel bewust voor mensen. Wij zijn tegen overbodige regeltjes en willen echt meedenken met alle ondernemers en inwoners. Mijn ambitie is dat iedereen meedoet die hier woont. Mijn ambitie is dat Boxtel een goede toekomst heeft. Mijn ambitie inderdaad is dat we een bestuur hebben die iedereen ook bij betrekt bij de besluitvorming. En dat is de afgelopen periode toch eens anders geweest. En ik denk dat het anders moet. Woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan welke partij uw belangen de komende jaren gaat behartigen. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk gezamenlijk het beleid voor de gemeente Boxtel. In deze uitzending stellen wij 4 van de 8 lijsttrekkers aan u voor. Ik ben Helene van As. Ik ben lijsttrekker voor het CDA Boxtel-Liemde voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Mijn naam is dus Helene. Ik ben getrouwd, ik heb 2 zoons, woon in Boxtel met heel veel plezier. Ik heb gekozen voor het CDA omdat ik politiek actief betrokken wilde zijn en dit echt een partij is die voor de mensen gaat en uitgaat van de kracht van mensen. Wat is jouw ambitie in de politiek? Ja, mijn ambitie in de politiek is om het nog mooier, beter Boxtel ervan te maken. Ik was ook een van diegenen die zei van oh, het moet wat sneller en het kan wat beter en het kan wat krachtiger en er gebeurt te weinig. En ja, dan moet je ook wat zelf gaan doen. Hè? Je kunt niet altijd blijven roepen, maar dan moet je zelf ook wat gaan doen. Beste mensen, mijn naam is Jos Heegman, fractievoorzitter D66 Boxtel. In het dagelijks leven ben ik directeur Summa Engineering. Ik ben in de politiek gegaan om in deze gemeente Boxtel te zorgen dat innovatie en vernieuwing ook nog voortdurend naar de toekomst zal plaatsvinden. Wij staan in die zin voor burgerinitiatief en openbaar bestuur om te zorgen dat ook iedereen aan boord komt en meedoet. Wat is jouw ambitie in de politiek? Mijn ambitie is dat Boxtel een goede toekomst heeft. Mijn ambitie inderdaad is dat we een bestuur hebben die iedereen ook bij betrekt bij de besluitvorming. En dat is de afgelopen periode toch eens anders geweest. En ik denk dat het anders moet. We staan voor goede voorziening, goed onderwijs, een sterke economie en vernieuwing als het gaat om de wijze waarop we hier omgaan met voorzieningen. De overheid zal ze terugtrekken. Dat betekent dat steeds meer naar gemeenten toe komen. Maar dat kan de gemeente niet alleen. Daarvoor heeft de gemeente de burger nodig. Ik ben Peter van der Wiel, lijsttrekker voor Combinatie 95. Op dit moment ben ik wethouder in de gemeente Boxtel voor Combinatie 95 sinds 2010. Ik ben getrouwd met Marie-José en heb 2 fantastische kinderen, Mercedes en Tarren. Ik ben ook geboren in deze gemeente. Ik heb een aantal jaren in Liemde gewoond, daarna een tijdje in Boxtel, maar ben weer teruggekeerd in Liemde. Ik ben een fanatieke sporter. Ik heb veel gevoetbald. Ik wielren heel veel. Actief geweest in het maatschappelijk leven. En vanuit die activiteiten ook betrokken geraakt bij het openbaar bestuur. Dat heeft me geraakt en ik wil me graag ook in de toekomst in blijven zetten voor het openbaar bestuur in Boxtel. Wat is jouw ambitie in de politiek? Mijn ambitie is dat ik eraan mee wil werken dat Boxtel een betere plek is om te wonen. Niet alleen een betere plek om te wonen nu op dit moment, maar vooral ook voor toekomstige generaties. Dat betekent dus dat alle besluiten die wij nemen, dat die ook duurzaam moeten zijn en op die toekomstwaarde gericht moeten zijn. Goedendag, ik ben Wim van der Zanden, 44 jaar jong en lijsttrekker van de grootste lokale partij Balans. Ik heb een agrarisch bedrijf met rundvee en varkens,
gelegen aan de Nergena in het prachtige buitengebied van Bokstel. Mijn ouders woonden bij mij nog in en aan hen verleen ik de noodzakelijke mantelzorg. Wat is jouw ambitie in de politiek? Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik dienstbaar wil zijn voor onze burgers, zodat hun toekomst verbetert en Bokstel zich verder ontwikkelt. En dan kun je het makkelijkste als je actief meebestuurt de gemeente Bokstel. Waarbij het belangrijk is dat er over belangrijke dossiers na overleg besluiten genomen worden en ze ook uitgevoerd worden. Maar ik heb gemerkt dat in Bokstel het normaal gesproken zo is dat een dossier 4-5 keer over besloten wordt alvorens er iets uitgevoerd wordt. En daar wil ik verandering in brengen. Intergemeentelijke samenwerking of samenvoegen van gemeentes. Waar kiezen jullie zelf voor? Allereerst kiezen wij ervoor dat zonder meer de burger van Bokstel betrokken moet worden bij het uiteindelijke besluit, de uiteindelijke richting die wij gaan kiezen. We willen wel duidelijk maken dat het helder moet zijn dat de complexe taken die op ons afkomen, dat die wel ervoor zorgen dat we die op de schaal van Bokstel niet meer gerealiseerd krijgen. Dus de samenwerking zal er moeten gaan komen. Daar staan voor ons twee zaken voorop. Dat is ten eerste, zegt combinatie 95, moet het gemeentebestuur niet verder van de burger af komen te staan. Dat zal dus betekenen dat bij die samenwerking altijd meer bevoegdheden zullen moeten komen te liggen bij wijken, bij de dorpen in de gemeente. We hebben al voorbeelden in Bokstel, zoals het pilot dat op dit moment loopt met Spil. En we denken dat dit soort voorbeelden uitgebouwd zullen moeten worden. De tweede voorwaarde voor ons is dat de kwaliteit van de dienstverlening ook verbeterd zal moeten worden, versterkt zal moeten worden, zonder dat de lasten van de burger verhoogd worden. We zien heel vaak dat bij samenvoeging uiteindelijk het kostenplaatje niet die kant op gaat die we willen. En wij willen dat als absolute voorwaarde daarbij stellen. Okay. Wij denken ook wel dat de samenwerking gezocht moet worden bij gelijksoortige gemeenten. En dat betekent dus sowieso gemeenten in de meierij. En dan zal uiteindelijk de toekomst uit moeten wijzen of dat de ambtelijke samenwerking of de bestuurlijke samenwerking dan de beste vorm is. Maar nogmaals, daar zullen de burgers nadrukkelijk bij betrokken moeten worden. Intergemeentelijke samenwerking of samenvoegen van gemeentes? Het CDA kiest echt voor een samenvoeging van gemeentes met Bokstel, Liemde en Lennisheuvel. Maar wel met eigenheid van de kernen. Liemde heeft heel goed bewezen dat we er kunnen. Liemde kan dat, Bokstel kan dat, Lennisheuvel kan dat. Die eigenheid kunnen we behouden, ook met samenvoegen. Wij vinden dat het echt nodig is om het samen te voegen. Er worden steeds meer taken van Den Haag naar de gemeente overgedragen. En dus kunnen wij dat niet meer alleen. We doen bijvoorbeeld de brandweer en de WMO komt eraan en de jeugdzorg komt eraan. En dat kan je niet alleen als gemeente oppikken. Dus we moeten echt gaan samenwerken. We werken nu al veel samen, maar dat is niet voldoende op de lange termijn, denken wij. Mm-hmm. En waarom? Er wordt veel dubbel gedaan. Er moet veel afstemming gedaan worden. Mensen moeten reizen. Dat kost gewoon veel tijd en veel geld. En ik denk dat dat beter kan. Waar we wel voor pleiten is dat er altijd een loket in Bokstel blijft. Dus het loket waar jij en ik met onze vergunningsaanvragen naartoe kunnen voor of een rijbewijs of een vergunning inderdaad of een paspoort. Dat moet er altijd blijven. Maar waar die ambtenaren zitten, dat maakt denk ik de mensen niet zoveel uit. En wat wij wel vinden is dat er te lang gewacht is. Schijndel en Sint-Oederode, die zijn nu weg in principe. Wij vinden dat we heel actief en heel proactief een zelfinitiatief moeten nemen om nu naar de andere meierijgemeente te gaan om een sterker en krachtiger Bokstel, Liemde, Lennisheuvel te maken. Sterke meierijgemeente die opgewassen is tegen de toekomst. Intergemeentelijke samenwerking of samenvoegen van gemeentes? Ja, heel interessant thema. Waarbij het uiteindelijk in onze optiek gaat om het eindresultaat wat je wil bereiken. En het eindresultaat is dat je goede kwaliteit aan je burgers wilt verlenen, dat er continuïteit van dienstverlening is, maar ook tegen acceptabele kosten. En dan maakt het op zich niet zo heel veel uit
welke vorm je daarvoor kiest. Want de vorm is in feite, is het een samenwerking, een fusie of een samenvoeging. Ja. En ons gaat het meer om het eindproduct. En als we dat aan onze burgers kunnen bieden, hebben hun een betrouwbare overheid. En we zitten op dit moment wel in de gesprekken met diverse gemeentes. En daarbij merk je wel dat twee gemeentes op dit moment, en dat zijn dan Schijndel en Sint-Oederode, een keuze hebben gemaakt richting het Veghelse. Waarschijnlijk gebaseerd op het gegeven dat Boksel zich heel veel de laatste tijd geprofileerd heeft richting het groen. En minder op economie. En dat zou wel eens de basis kunnen zijn van de keuze van Schijndel en van Sint-Oederode voor Veghel. Intergemeentelijke samenwerking of samenvoegen van gemeentes? Ja, dat is een thema wat op dit moment natuurlijk heel sterk speelt. Als het ons ligt, laten we eerst maar eens beginnen met samenwerken. Er loopt op dit moment een onderzoek met een aantal gemeenten om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Het gaat namelijk niet om hoe groot je bent, het gaat erom hoe sterk je bent. Maar het gaat ook om dat je nog democratische controle houdt. We willen niet dat van veraf, zonder betrokkenheid van de burgers in Boksel, besluiten worden genomen waar we ons niet in kunnen vinden. Het gaat om de dienstverlening, de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. En dat kan in zijn algemeenheid goed plaatsvinden als je zorgt dat je dicht bij die burger bent. Kijk eerst eens naar die ambtelijke samenwerking. Of een voordelen levert dat op? Welke dienstverlening versterken we daarmee? Mocht dat blijken in de toekomst dat het niet voldoende is, dat het niet efficiënt is, dan kun je altijd nog zoeken naar sterke partners om te zorgen dat je mogelijkwijs naar de toekomst gaat fuseren. Maar eerst richten wij ons op samenwerking. Dan zijn we heel nieuwsgierig naar de speerpunten van de partij. Speerpunt bij jullie, woongenot en meedenken. Ja. Wil je daar wat meer over vertellen? Ja, met alle liefde en plezier uiteindelijk. Kijk, woongenot, dat klinkt als een heel bazaal begrip. Dan zou je zeggen, daar is iedereen voorstander van. Maar het gaat heel ver wat ons betreft. Woongenot betekent een rustige woonwijk, waar geen verkeer in komt wat er niet in thuis hoort. Maar betekent ook dat er voldoende woningen zijn van woningen met zorg, met name. Dat is een doelgroep, de oudere huisvesting, die steeds meer vraaggerelateerd bediend zullen moeten worden. En daar ontbreekt het in onze ogen in Boksel met name aan. Goede woningen waarin zorg verleend kan worden. Maar woongenot heeft ook te maken met goede toegankelijke trottoirs. Die rolstoelproof zijn, maar ook kinderwagenproof uiteindelijk. Dat is allemaal heel belangrijk voor woongenot. Wat ook belangrijk is in onze ogen, is dat er een goede economie is. Een goede economie die kan floreren in het Bokselse, waarbij we een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. Want met een goede winkelvoorziening kunnen we alle inkopen in het Bokselse ook uiteindelijk binnenhalen. Daar hoort, wat balans betreft, een blauwe zone bij. Er is intussen een raadsbesluit overgenomen. Het is nu nog wachten op de uitvoering van de blauwe zone. Want daarmee ben je toegankelijk voor consumenten van buiten Boksel. Maar het gaat ook, als het gaat over woongenot, veiligheid op straat. Voldoende verlichting, voldoende controle. Maar zorg ook dat het veilig is rondom scholen. Met goede zoen- en zoefzones. Het zijn allemaal facetten die horen bij het woongenot. Ook voldoende woningen. Dat is ook vaak heel cruciaal. Nu lijkt het dat we voldoende woningen hebben, maar we weten dat er behoefte is naar meer woningen. Nou, om dus het woongenot van mensen te verbeteren, willen wij als partij meedenken met actieve, ondernemende, betrokken burgers, wijken, verenigingen en bedrijven. Want die weten het beste hoe hun woongenot het beste en het meest geoptimaliseerd kan worden. Want wij als overheid moeten accepteren dat wij een stapje terug zullen moeten doen. En om dan de afstand tussen de burgers en de politiek niet te laten vergroten, is de kennis van de burgers keihard nodig. En die nemen ook het initiatief als ze maar merken dat er een overheid zit die meedenkt. Speerpunt van jullie is samen zorgen voor morgen. Wil je dat nog wat breder uitleggen? Graag, graag. Wij zijn ervan overtuigd dat we voor een fundamentele verandering van onze samenleving staan. En combinatie 95 die kiest er niet voor dat we uiteindelijk in de richting gaan van een
een kille samenleving waarbij het recht van de sterkste uiteindelijk gaat gelden. Maar combinatie 95 kiest ervoor een samenleving waarbij we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om datgene wat en diegenen die het meest kwetsbaar zijn, om die te beschermen. En combinatie 95 die kiest ervoor om ook de toekomst van onze kinderen om die te beschermen. En daarvoor is het heel hard nodig dat we dus in ons handelen steeds duurzaam zijn. Dat is de richting die combinatie 95 kiest. Wij hebben daar ook een paar voorbeelden bij. Het spil waar ik het zojuist al over gehad heb. Dan leg je bevoegdheden bij een gemeenschap die het ook samen de uitdaging opneemt. Zelf ben ik als ander voorbeeld initiatiefnemer geweest van Landschap van Alluren. Mm-hmm. Daarbij hebben wij contact gezocht met ondernemers in de gemeente en in de omgeving. Met ondernemers, met maatschappelijke organisaties, met burgers. Die hebben gezamenlijk een heel ambitieus programma gemaakt. En de komende jaren, de komende 3 jaar, gaan wij voor 30 miljoen euro met al die partijen hier in de omgeving investeren. Dat is een prachtig voorbeeld van een project zoals het in de toekomst zal moeten. Alle partijen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Economie wordt er beter van, werkgelegenheid wordt er beter van, leefbaarheid van Liemde, Lennesheuvel en het centrum van Bokstel wordt er beter van. En natuur en landschap wordt stevig in geïnvesteerd. Ik denk dat dat de goede voorbeelden zijn zoals wij in de toekomst ook verder willen werken. Speerpunt van jullie partij, vernieuwing of innovatie? Wil je dat eens wat breder uitleggen? Het is vernieuwing en innovatie. Het is ook bijna hetzelfde. Maar we gaan een nieuwe tijd in. En een nieuwe tijd vraagt altijd om vooruitgang. Onze slogan is ook niet voor niks en nu vooruit. We gaan naar een periode toe waarin bezuinigd zal worden. Er zal minder geld naar de gemeente toe komen. Dat betekent dat we keuzes zullen moeten gaan maken. Keuzes die wat ons betreft altijd de leefbaarheid zullen versterken. We hebben een rijk verenigingsleven. We hebben mooie voorzieningen. We hebben een groene omgeving. En dat willen we versterken en behouden. Maar dat betekent dat op gebied van innovatie, bijvoorbeeld van economie, niet moet volstaan met het bedrijfterrein, maar moet denken in termen van een keten. En een keten betekent in feite bedrijven die elkaar iets toevoegen. We hebben voorbeelden genoeg hier in de omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar Eindhoven, Bereenpoort. Kijk naar Helmond met zijn food campus. Kijk naar Tilburg, die zich richt op transport en logistiek. En wij richten ons tot nu toe nog nergens op. Dat betekent in feite dat we voorrang zullen moeten geven aan innovatieve bedrijven die in een keten iets betekenen voor ons. Kenniswerkers. We hebben niet alleen voldoende aan productie, maar we zullen ook ons moeten inzetten op kenniswerkers. Kijken naar het zuiden, zoeken verbinding en samenwerking met Eindhoven zou dan ook een zeer goede optie zijn. Een van de parels van Bokstel, design bijvoorbeeld, is ook sterk in deze regio vertegenwoordigd. Helaas volstaat het nu alleen nog maar met deze school, maar we hebben een spoorzone. Een geweldig ontmoetingspunt zou kunnen zijn voor de driehoek Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De stad slipt dicht. Wij als centrumgemeente kunnen prima te gast zijn van al die ondernemers, van al die kenniswerkers, van al die creatieve mensen om hier in Bokstel meerdaags te verblijven. Maar daarvoor zullen we ook de voorzieningen dan moeten hebben. En denk inderdaad bijvoorbeeld aan zowel kantoor als mogelijkwijs een conferentiecentrum in de spoorzone in combinatie met Stapelen, in combinatie met het Lucas, om te zorgen dat Bokstel op de kaart komt. Als het gaat om vernieuwing, denk vooral aan besturen. Nu moeten we toch nog vaak te veel en te vaak vernemen wat er besloten is door een college. Burgers zie je dan massaal naar de tribune gaan, protesteren. Hartstikke goed dat ze betrokken zijn, maar een aantal stappen daarvoor had men inderdaad dit kunnen voorkomen. Dat geldt voor overhaaste besluiten. Ik heb het over KV-station, nu ook weer met PHS. Nu ook in die zin als het gaat om schaliegas. Men had dit kunnen voorkomen door de kennis te gebruiken van de inwoners van Bokstel. Helaas worden die iedere keer nog overgeslagen. Deze vorm van besturen is de langste tijd gehad. We zullen weg moeten van commissies, maar veel meer naar bijeenkomsten waar belangengroepen, burgerinitiatieven ons informeren als raad. En op basis van die kennis en kunde van de inwoners van Bokstel met elkaar in debat moeten gaan en komen tot juiste besluiten. Geen ruzies, maar een inhoudelijk debat. Het is genoeg geweest dat we voortdurend op de persoon gaan spelen. Het gaat om de inhoud en het gaat om het welzijn en de welvaart van de Bokstelse samenleving.
heel graag eventjes wat meer vertellen over een speerpunt van jullie. Ja. Jullie roepen niet investeren in stenen, maar in mensen. Ja, duidelijk. Ja. Wil je daar even wat meer over vertellen? Ja, dat lijkt me makkelijk om wat over uit te leggen. Ja, er zijn beperkte middelen en er is heel veel uitgegeven de afgelopen raadsperiode. Er zijn heel veel reserves opgebruikt. Ja, wat je die hebt kun je niet uitgeven. En daar vinden we van, dan moet je goede keuzes maken. Nou, het CDA kiest dan voor mensen en niet voor de stenen. En wat bedoelen wij met die stenen? Ja, het gebouw van de nieuwe school in de Goede Aarde bijvoorbeeld. Er staan lokalen leeg. Waarom zouden we dan een nieuw gebouw in de Goede Aarde zetten? Dat zijn stenen. Wie profiteert dan van dat geld? En ook de verbouwing in het gemeentehuis. Als wij dus samen gaan met andere meierijgemeenten, ja, waarom zouden we dan eerst nog die hele gemeentehuis gaan overhoop halen, verbouwen? Dat geld, wie profiteert ervan? Ik denk niet alle mensen. Wij kiezen dus heel bewust voor mensen en niet voor de stenen. En hoe willen wij dat dan doen? Wij willen bijvoorbeeld de subsidies niet aankomen. Wij vinden dat Bokstel moet leven. Sociaal moet dat lekker blijven staan zoals het nu staat. Zo vinden wij het ook heel erg belangrijk als CDA dat we niet mensen in een sociaal isolement hebben. Eenzaamheid, hè, vergrijzing, we worden steeds ouder, moeten langer thuis blijven wonen. Het sociaal isolement, dat is echt waar CDA echt voor waakt. En daarom zijn wij ook echt, vinden wij ook echt dat de buurtverenigingen of de buurtwijkcentrums, zoals de Rots, de Orion en de Walnoot en nog andere, moeten blijven bestaan. Die hebben subsidie nodig. Mensen moeten betrokken zijn, moeten even ergens heen kunnen gaan voor een hap of voor een even kletsje of praatje, even kaarten, maakt niet uit wat. Maar ze moeten ergens betrokken bij zijn in hun eigen buurt. Dat vinden wij ontzettend belangrijk. En daarnaast, wat er nu natuurlijk heel erg speelt, is werkloosheid. Wij willen inzetten op de jeugdwerkloosheid, in ieder geval. Want dat is de groep die nu uitvalt. Dus een hele groep in Bokstel die gewoon van school af is en nu 1, 2, 3 jaar thuis zit. Nou, dat kan eigenlijk niet. Daar kunnen we in begeleiden. We kunnen helpen met stageplekken van bedrijven, van de gemeente zelf. Maar we kunnen nog veel meer doen. We moeten die brug slaan, want anders verdwijnt deze generatie, dat klinkt wel heel groot, maar deze generatie, maar die jongeren, ja, die moeten een toekomst kunnen opbouwen. Die moeten ook een kans kunnen grijpen. En daar moeten we ze bij helpen. Wil je in het kort, bij voorkeur maximaal 30 seconden, vertellen waarom dat de kiezer op jullie partij moet stemmen? Ik ben blij in deze gemeente te wonen. Een gemeente met vele toekomstmogelijkheden, goede voorzieningen en een mooie omgeving. Toch zullen de komende tijd belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die ons allemaal zullen raken. In die keuze laten wij ons vooral leiden dat de leefbaarheid voorop staat. De leefbaarheid van alle burgers. En dat iedereen meedoet. Kiezen voor D66 betekent dus dan ook kiezen voor een bruisend centrum. Betekent ook voor een goede bereikbaarheid. Van heel Bokstel, zowel oost naar west als van noord naar zuid. Dus bij een dubbele overweg. Niet alleen voor fietsers, maar ook voor auto's. Kiezen voor D66 betekent ook voor goed onderwijs, frisse scholen, goed klimaat. Kiezen voor D66 betekent dat u meedoet, dat u meepraat, dat u meebeslist. Balans is uw duidelijke en betrouwbare partner, welke zekerheid biedt voor het verbeteren van uw toekomst. Wij denken mee met plannen van betrokken, ondernemende burgers, wijken, verenigingen en bedrijven, waarbij Balans niet denkt in bedreigingen, maar denkt in kansen zien, kansen pakken en kansen benutten. Kortom, Balans zegt ja voor een betere toekomst voor u. Het CDA is een partij die opkomt voor alle bewoners van Bokstel, Liemde en Lennisheuvel. Wij zijn reëel en beloven geen dingen die we niet waar kunnen maken. Het CDA wil dat er verstandig omgegaan wordt met geld. Wij moeten keuzes maken en deze durven wij te maken. Wij kiezen heel bewust voor mensen. Wij zijn tegen overbodige regeltjes en willen echt meedenken met alle ondernemers en inwoners. Het CDA staat met een goed enthousiast team klaar. U kunt ervoor zorgen dat wij het waar kunnen maken. Wij gaan voor het beste van Bokstel. Ik kies voor het CDA. U ook. Combinatie 95 laat zich niet sturen door landelijke partijenideologie, want bij lokale politiek gaat het om u. Wij staan midden in de gemeenschap,
horen wat er leeft en organiseren niet alleen in verkiezingstijd veel activiteiten. Combinatie 95 koppelt een lokale aanpak aan deskundigheid van kandidaten met passie voor de gemeenschap. Wij zijn geen schreeuwers, maar zorgen samen voor oplossingen en ruimte voor nieuwe, duurzame initiatieven. Combinatie 95, samen zorgen voor morgen. Zo hebt u nader kennis kunnen maken met de opvatting van 4 van de 8 partijen. In een andere uitzending ziet u de andere 4 partijen. U gaat toch wel stemmen op 19 maart? We'll be right back.